Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo allemaal. Mijn naam is Sascha Handgraaf en ik ben oprichter van Sustainable Inspiration en ik geef dus les Sustainable Lifestyle bij de Bewustzijnsschool op de woensdagmiddag in de Evenweken. Via Sustainable Inspiration geef ik trainingen, gastlessen en advies over duurzaamheid. Hierbij wil ik mensen helpen om op een andere manier de duurzaamheid te kijken. Ik geloof dat voor een echt duurzame samenleving we namelijk een mindsetverandering nodig hebben. Vandaag wil ik het hebben over een vraag die een leerling uit groep 7 op een basisschool mij stelde tijdens een gastles over duurzaamheid en recyclen. Zij vroeg: maar wat gebeurt er als er helemaal geen dieren en planten meer zijn? Dit vond ik zo'n mooie vraag. Want vaak staan we er veel te weinig bij stil dat wij al deze planten en dieren nodig hebben. Net als zij zijn wij onderdeel van het systeem, de aarde. Zonder hen hebben we geen eten en geen zuurstof om te ademen. Maar we nemen deze planten en dieren vaak zo voor lief. Daarbij heeft onze impact op de aarde vaak verschillende consequenties, juist doordat dit deel van één systeem is. En dit vaak doorspeelt in verschillende regio's of plekken. Een voorbeeld wat ik wil geven gaat over bijen. Bijen en andere insecten hebben wij nodig om onze gewassen te bevruchten. Doordat zij vliegen van de ene bloem naar de andere, nemen zij stuifmeel mee aan hun lijfjes en brengen zij dit naar andere bloemen. Zij zijn onmisbaar in de bevruchting van sommige planten. Maar doordat wij insecticiden gebruiken op onze gewassen, sterven daar de bijen en andere insecten van uit. Insecticiden zijn chemicaliën die we gebruiken tegen insecten die we niet op onze gewassen willen hebben. De naam bevat het woord insect ook al. Maar helaas zijn deze stoffen niet selectief en bestrijden ze ook de insecten die juist wel nuttig zijn voor het gewas of voor andere planten. Gelukkig zijn er ook natuurlijk landbouwvormen die dit niet gebruiken, maar het overgrote deel van de wereld gebruiken deze stoffen helaas nog wel. En er komen daardoor steeds meer alarmerende berichten in het nieuws dat bijvoorbeeld de bijenpopulatie erg vermindert. Het systeem de aarde is natuurlijk complex. En deze afname van de bijenpopulaties ligt aan verschillende dingen. Maar het gebruik van deze insecticiden is hier wel een groot deel van. Een ander voorbeeld van onze mooie, maar ook bizarre systeem, deze aarde, is dat er in augustus 2019 in het nieuws kwam dat er microplastics in het sneeuw op de Noordpool is gevonden door onderzoekers. Microplastics zijn kleine stukjes plastic die of door de verweerding van afgebrokkelde grote stukken plastic kleiner zijn geworden, of ze komen direct in ons milieu via bijvoorbeeld onze shampoos, maar waar vaak standaard microplastics al in zitten als ingrediënten. Doordat we deze gebruiken en door ons doucheputje in de riolering belanden deze uiteindelijk in het oppervlaktewater. Omdat onze rioleringssystemen hier vaak nog geen manier hebben gevonden om deze microplastics eruit te halen. Dat kunnen we nog niet. Meer hierover en hoe jij weet of dit ook in jouw shampoo zit, kun je bijvoorbeeld vinden op de website Beat met een T, de microbeat met de tweede een D.org. Deze microplastics bevinden zich ondertussen al overal in ons oppervlaktewater en in onze oceanen. En doordat onze aarde dus uiteindelijk één verbonden systeem is, komt dit uiteindelijk ook dus in bijvoorbeeld de sneeuw op de Noordpool terecht. Maar hoe dan?
Dit komt bijvoorbeeld doordat er bijvoorbeeld water uit de oceanen of andere oppervlaktewateren microplastics hebben. En dit water, inclusief de microplastics, verdampen. Tijdens het verdampen nemen ze dus die kleine microdeeltjes mee, deze plastic deeltjes. En deze zitten dan uiteindelijk in de wolken en de lucht. Wanneer deze wolken verder waaien en het uiteindelijk ergens anders weer gaat regenen, of dus in het geval van dit nieuwsbericht over de Noordpool weer gaat sneeuwen, dan komt het dus ook daar terecht. Maar omdat wij mensen natuurlijk heel resultaatgericht zijn en heel direct altijd onze consequenties willen zien, zien we vaak niet wat voor consequenties onze acties hebben. Helaas, zeker in het geval van duurzaamheid en onze impact op onze aarde, is dit heel lastig om te zien. En daardoor heel lastig om te begrijpen dat we deel zijn van dus één systeem en dat we verbonden zijn met alles. Wij dragen met z'n allen bij aan de impact op onze aarde, omdat we zoveel gebruiken en uitstoten. En we zien ook allemaal wel consequenties, maar we vinden dat heel moeilijk om dat te linken aan onze eigen acties, onze persoonlijke acties. Vaak is het daarnaast ook nog zo dat bijvoorbeeld vaak de rijkere landen bijvoorbeeld meer CO2 uitstoten en de vaak armere landen daar nu eerder de consequenties van zien. Bijvoorbeeld in een land als Bangladesh hebben ze nu veel sneller last van een reizende zeespiegelstijging en zullen veel meer mensen daar sneller last van hebben door overstromingen. Ook omdat zij vaak nog niet de systemen in plaats hebben om zich daar tegen te beschermen. Graag wil ik jullie meenemen in hoe verbonden jij je voelt met het hele systeem de aarde. Denk je er vaker over na en overweldigt het je soms? Of ben je er juist helemaal niet mee bezig? Voel jij je misschien alleen maar betrokken bij de vervuiling in je eigen wijk? Of ben je juist heel erg betrokken met de vervuiling in heel Nederland of heel Europa? Of zelfs de hele wereld? Alle antwoorden zijn goed, maar het is fijn en goed om daar wat vaker bij stil te staan. Waarom voel jij je minder of meer betrokken bij de effecten op andere plekken in de aarde? Waarom juist wel of juist niet? Ik wil jullie meegeven om wat vaker na te denken over dit systeem, de aarde. Wij zijn daar als mens deel van en samen met alle anderen, zoals de planten, de dieren en de rest van de natuur, is het belangrijk dat we snappen dat al onze consequenties en impact op de aarde een consequentie heeft over de hele wereld. En we hebben elkaar allemaal nodig om op een gebalanceerde aarde te kunnen leven. Wees je bewust van dit systeem, van de verbondenheid, en vraag je wat vaker af wat jij kan doen om deze verbondenheid te versterken. Kun jij misschien mensen in je omgeving ook wat bewuster maken van deze verbondenheid en dit systeem? Vertel ze bijvoorbeeld over die microplastics die helemaal in de Noordpool zijn beland, terwijl daar niemand plastic weggooit. Dat is echt daar beland door de linkjes en de verbondenheid van de natuur, alle systemen die daarin samenwerken. Hoe kun je dit verder doen? Door erover te praten, door er zelfbewust van te worden en door dit op een positieve manier uit te brengen. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze podcast over de verbondenheid van de hele aarde en eigenlijk het ene systeem waar we allemaal deel van zijn, het systeem de aarde. Als je nog vragen hebt of je meer met mij over wilt praten, kom gerust een keer langs bij mij bij mijn les op de Bewustzijnsschool in Amsterdam. De les heet Sustainable Lifestyle en geef ik op woensdagmiddag van 1:30 tot 3:00 in de evenweken. Ook kun je me bereiken via Instagram of Facebook als je nog vragen hebt. Mijn Instagram account is @ sustainable.info.
Inspiration. Mijn naam is Sascha Handgraaf en tot de volgende keer. Hopelijk tot de volgende les. Dank jullie wel.